Lekker bezig, Pik. Twee seconden wachten is het probleem en er zit fucking niemand achter me. Maar goed, what up YouTube? Vandaag gewoon een klein ritje, lekker naar het werk. Het is lekker weer. Dus we gaan een klein rondje maken. Ik kreeg wat vragen van wat mensen over, over of ik vroeger scooter had gereden of schakelbrommer. Nou, ik heb eigenlijk altijd scooter gereden. Nooit schakel. Waarom? Weet ik niet. Ik had eigenlijk nooit interesse in schakelbrommers. Echter, ik moest wel elke keer naar school best een eindje vanaf waar ik toen woonde. Ik woonde toen in België. Ik zat op school in Nederland. Ik woonde hier ook dicht bij de grens. Dus zodoende heb ik een scooter gekocht. Een Yamaha Aerox. Full chrome. Misschien als ik nog eens een plaatje op internet kan vinden, dan zal ik die hier ergens plaatsen, links, rechts. Maar ja, dat was wel vroeger mijn jeugd, zeg maar, van mijn 16e tot mijn 18e. Daarna kon ik natuurlijk een auto kopen. Ja, en dan waar ga je met de auto? En dan die scooter is toen verkocht, omdat ik toen een auto wilde kopen. Daarna heb ik heel lang niks meer met scooters gedaan. Op een gegeven moment nog wel een scootertje gehad, een BTC. Goedkope scooter, 25 km per uur dingetje. Met een ander CDI'tje erin, zodat hij gewoon 45 reed zonder helm. Oh. Dus zodoende ben ik in de scooters gerold. Ja, en daarna begon het, wilde ik eigenlijk altijd al motorrijden. Maar er kwam er nooit wat van. Totdat ik met mijn baas voor mijn werk naar New York ging, samen met mijn vriendin ook. En ik tegen mijn baas zei, ja, ik zou toch wel graag motor willen rijden. En hij is een motorrijder, heeft een Ducati. En dus ja, zodoende zei hij, nou, plan gewoon gelijk een oefenlesje nu je hier bent. Bel gewoon, dan heb je na je trip hier in New York gelijk wat leuks op de planning staan. Nou ja, gedaan dus. En ja, dan ben je gelijk weer verkocht natuurlijk op die twee wielen. Ja, dan stap je voor het eerst op de motor nadat je altijd scooter hebt gereden, tenminste heel lang geleden. Ja, schakelen weet je eigenlijk niks van. Ik had een keer op een motor gezeten bij mijn oom. Maar ja, dat was gewoon heel eventjes snel, even een stukje rijden, een paar keer opschakelen, een paar bochtjes maken met iemand van 100 kilo achterop. Ja, dat was niet echt, ik kon het niet echt zeggen dat ik motor had gereden. Dus ja, ik kwam daar best wel blanco in. Ja, en dan... kijk, de knoppen zijn allemaal hetzelfde. Op het stuur van een scooter heb je ook je lichten, je toeter, je singles van links en rechts, je startknop, je grootlicht. Het is allemaal hetzelfde. Het enige is dat je geen twee remmen meer hebt, maar één pookje is om te schakelen. En die andere rem is naar rechts geplaatst. Die achterrem. Dus dat was het enige waar ik aan moest wennen. Kijk, het gevoel dat je... Kijk, je kan natuurlijk veel harder met een scooter. Of met een motor. Maar je rijdt nog steeds op twee wielen. Dus het evenwichtsgevoel heb je zo weer terug. Wat natuurlijk met een schakelbrommer een voordeel is. Is dat je weet hoe je moet schakelen. Daar is eigenlijk in principe... Volgens mij alles hetzelfde. Alles zit op dezelfde plek. Alleen, je hebt iets meer vermogen met een motor. En je motor is iets zwaarder, dat maakt natuurlijk ook nog wel uit. Waar bij de meeste brommers, slash schakelbrommers, tegenwoordig ook al aardig hard kunnen gaan als je ze opvoert. Nou, kom op. Dus ja, zo ben ik van het scooterrijden naar de motor gegaan. Voor de mensen die voor het eerst die geen scooter hebben, geen schakelbrom hebben gehad. Het is allemaal hetzelfde. Je groot licht, klein licht. Kijk je nou, joh. Je groot licht, je normale licht, je links- en rechts signalen, je toeter, je startknop. Ik heb hier achter nog een groot lichtknop zitten.
En hier heb je nog je gevarenlichten. En dan je startknop en je engine brake knop, waardoor je motor in één keer af kan zetten als er iets gebeurt. Heel veel mensen gebruiken hem ook als ze, als ze klaar zijn met rijden om de motor af te zetten, gebruiken ze ook heel vaak de schakelaar in plaats van de sleutel. Nou, ondertussen ben ik nog steeds aan het luisteren naar muziek via mijn Caudo Freecon 4+. Het ding werkt nog steeds als een treintje. Lekker muziekje onderweg, navigatie onderweg, flitsmeister onderweg. Ja, ik zou hem nu niet meer willen missen. Dat is gewoon een super fijn ding. En ik denk dat een Sena ook gewoon super fijn zou zijn. Ik heb nu voor een Caudo gekozen. Maar hij werkt super fijn. Ook met de ride-out, dat je samen met iemand anders even kan praten. De laatste keer was met Dutch Wasp. Nou, gezellig. Ook wat leuker om zo te rijden met een grote groep. Daarnaast is het natuurlijk bij een motor, zit je met je benen, zit je tank tussen je benen. Waardoor je heel goed kan klemmen en dus ook heel makkelijk kan sturen zonder je armen te gebruiken. Zo kan ik nu ook gewoon met één arm gewoon de bocht maken. Zodat ik, omdat ik de bike klem en met mijn heupen van links naar rechts beweeg. Nou, wat heb ik nog meer op mijn motor zitten op dit moment? Ik heb een remmount op mijn motor zitten, waardoor ik dus mijn telefoon hierin kan doen. Ik kan nu navigatie doen, bellen. Eigenlijk mag je er niet aan zitten met je handen als je aan het rijden bent natuurlijk. Maar ja, het is wel makkelijk als je eventjes wat dingen kan opzoeken, een nummertje doorzappen, etc. Daarnaast een USB-kabeltje. Deze USB-kabel loopt naar direct naar mijn accu. Maar er zit een klein kastje tussen van Optimate, van mijn druppellader. Daardoor kan ik gewoon direct die kabel erin stoppen. En kan ik hier ook dus een ander device opladen. Bijvoorbeeld als mijn powerbank bijna leeg is, kan ik hem hier even opladen. Hij blijft 3 uur naladen nadat ik mijn motor uitzet. Dus zodra ik mijn motor uitzet, blijft deze nog 3 uur opladen. Zo wordt mijn accu niet helemaal leeggetrokken, maar kan ik wel doorladen. Dus mocht ik ergens een stop hebben, dat mijn GoPro leeg is, mijn powerbank, dan kan ik hem altijd indoen, motor uitzetten en dan laat gewoon door. Mocht je dan dus bij een ride-out zijn of zo en je wil even wat dingetjes, je gaat even wat praten met wat mensen, dan kun je ondertussen gewoon doorladen. Dat is echt een van de betere dingen. Volgens mij heb ik die ook gezien dankzij Dutch Wasp. Dat is een van de eerste berichtjes die ik naar hem stuurde van hoe heb je dat gedaan? Of ik zag het op zijn vlog, ik weet het even niet meer precies, maar heel handig ding dus. Nou, mijn twee nieuwe zoals jullie pas op, werkzaamheden. Mijn spiegels die ik nu al wel een tijdje heb, die andere waren echt allemaal bar en die niet echt goed bleven zitten. Ik ben hier nog steeds het blijste mee. Dikke Audi. Koppelingshendels ook besteld, maar zouden 30 mei zijn aangekomen in Nederland, maar... Sorry, 30 mei? 7 mei. 7 mei zou ze... Oh joh, stop iets waar. Op een T-Max en dan zonder helm achterop. Eeuw.
Hou ze vast hoor, want anders raak je er nog kwijt. Jezus, gewoon ook naast elkaar blijven fietsen, jongen. Bang dat ze wegfietsen zo. Te tering houden, hè. Laat ze niet los, hoor. Ja, oh, dan moet je remmen. Jongen. Ja, nou is ze boos. Dan zijn jullie 5 meter uit elkaar.